Het is inderdaad wat lastig om ze op deze manier zo vragen te stellen. Ik wil echt heel erg graag verwijzen naar de chatfunctie. Stel je al je vragen aan, die je hebt aan de sprekers in de chat. Dan doen we aan het einde van de presentatie van Groningen en aan het einde van de presentatie van Brabant is er gelegenheid om een aantal van die vragen eruit te pikken en even te beantwoorden door de sprekers. Dus gebruik echt die chat gedurende hun presentaties en dan kijken we hoe we die mee kunnen nemen. Even zien, dan kijk ik nu even of ik mijn scherm kan delen met jullie. Oh, dan moet ik het nog doen. Yes, kijk. Dan heb ik hierbij inderdaad even de agenda voor vandaag. Waarbij ik nog kort even wil stilstaan bij het actuele kaartbeeld van doorfietsroutes in heel Nederland. En welke kennis er allemaal is al op het moment over doorfietsroutes. En daarna gaan we naar de twee casussen toe. De doorfietsroute Assen-Groningen en de route tussen Bergen op Zoom en Roosendaal. Ja, onlangs is er vanuit Tour de Force een nieuw kaartbeeld gepresenteerd over de doorfietsroutes in heel Nederland. Nou, zoals te zien op deze kaart verspreidt het zich echt al heel erg. Begint het echt al een beetje op een dekkend netwerk te gaan lijken. De groene routes zijn routes die al gerealiseerd zijn. En de oranje routes zijn routes die momenteel in ontwikkeling zijn. En daarnaast inderdaad ook nog een aantal grijze lijnen. Dat zijn echt de ambities, maar daar zijn nog niet. Daar is nog geen concreet project of budget voor aanwezig. Dus ja, er is al ruim 700 kilometer aan doorfietsroutes in heel Nederland gerealiseerd. Maar er zit ook nog ongeveer 1400 kilometer in de planning voor de korte termijn. Zeg maar voor tussen nu en 2030. En de ambitie is nog veel groter dan dat. Dus het is echt een flinke missie die we nog hebben. Dus het is heel goed om kennis uit te wisselen van, juist op het gebied van het aanleggen van die doorfietsroutes, wat dat nu behelst. Dus heel goed om vandaag in de eerste vorm eens even zo met elkaar van gedachten te wisselen daarover. Er is daarnaast wel, naast dat we dit kenniscafé vandaag hebben, is er al heel wat kennis beschikbaar op het gebied van doorfietsroutes. En hiervoor wil ik graag even kort Mark van Groep het woord geven. Ja, dankjewel Saskia. Heel kort inderdaad, velen van jullie kennen deze misschien wel, maar bij CRW hebben we de publicatie Inspiratieboek Snelle Fietsroutes. Daar staat inhoudelijk van alles in over het proces voor de inrichting rondom doorfietsroutes en ook een aantal inrichtingsaanbevelingen. Deze publicatie is uit 2014 en sindsdien zijn van allerlei doorfietsroutes bijgekomen, is een nieuwe kennis bijgekomen, zijn er veel ontwikkelingen. En dus is dat eigenlijk voor ons aanleiding om te zeggen, misschien moeten we deze publicatie maar eens gaan herzien. En dat wordt ook versterkt doordat er in maart van dit jaar in de Tweede Kamer een motie van Ginneke was, waarin eigenlijk werd gevraagd, of CROE werd gevraagd om ontwerpprincipes vast te stellen voor doorfietsroutes. Maar ook daaraan toe te voegen, welke type voorzieningen je langs een snelfietsroute, allemaal op doorfietsroute moet ik natuurlijk zeggen, wilt realiseren. Vergelijkbaar met autosnelwegen, zeg maar. Dus we gaan komend jaar dat inspiratieboek Snelle Fietsroutes actualiseren en uitbreiden met de elementen die ik zojuist ook benoemde. Dus dat even voor wat er vanuit ons beschikbaarheidscentrum gaat gebeuren. En dan de volgende sheet, die ligt jij denk ik even toe, Saskia of Bart. Ja, is helemaal goed. Ik neem hem weer van je over, Mark. Dankjewel. Stop. Ja, daarnaast is inderdaad ook via het CROW Fietsberaad. Is er een communicatietoolkit beschikbaar over doorfietsroutes met handleidingen voor hoe je als wegbeheerder inderdaad kunt communiceren over die doorfietsroutes. Inderdaad, het kaartbeeld wat ik net presenteerde is daarbij ook van toepassing. Dat is een kaartbeeld wat Tour de Force jaarlijks actualiseert om goed te kijken van hoe snel gaat dat, wat zit er inderdaad allemaal nog in de planning.
En ook zijn er twee protocollen ontwikkeld die beschikbaar zijn om er naartoe te gaan dat we wat meer standaardisatie krijgen en in Nederland op dezelfde manier het gebruik en ook de beleving van de fietsroutes daarin kunnen delen. Dus dat helpt ons heel erg om in Nederland breed te kunnen meten of het aanleggen van die doorfietsroutes, of ze ook gebruikt worden en wat mensen van de routes vinden. Dus er zijn al een aantal goede voorbeelden op beschikbaar. Dan wil ik graag, ik bedenk me dat ik één ding ben vergeten voordat we overgaan naar de Kaarsers in Groningen. We zien dit kenniscafé heel erg als een hele mooie, eigenlijk eerste stap om eens te kijken wat beter in te zoomen op dat gebruik van die doorfietsroutes en hoe je dat nou aanlegt, wat erbij komt kijken als projectleider en als wegbeheerder waar je allemaal aan moet denken. Wij hebben het gevoel dat er nog best wel wat meer vragen leven dan die wij straks in een uurtje kunnen gaan beantwoorden in de presentaties die komen. Dus wij zouden heel graag gebruik willen maken van de aantal mensen die zich heeft aangemeld voor deze sessie. Of wij jullie een korte vragenlijst mogen sturen met vragen over waar de behoefte aan is om nog meer kennis te delen over de realisatie van doorfietsroutes. Nou, mocht je daar bezwaar tegen hebben, laat ons dat dan even weten via stuur mij een privéchatje of stuur inderdaad een bericht aan Renske van wie je de aanmelding hebt gehad. Dan halen we je uit die lijst. Maar voor nu gaan we er dan vanuit dat we jullie met het e-mailadres waar je op hebt aangemeld, dat we je een korte enquête mogen sturen. Dan gaan we nu naar Groningen voor de doorfietsroute Assen Groningen. Daarvoor hebben we drie sprekers die ze zitten mooi gebroedelijk samen in een ruimte. Dat geeft ook wel iets aan over de goede samenwerking die daar volgens mij is. Dat is vanuit de provincie Groningen Rolf Dijkstra, de coördinator van het fietsbeleid. Vanuit de provincie Drenthe Henk-Jan ten Brink. Die zit als procesmanager op deze doorfietsroute. En Vincent Buitenveld, ook van de provincie Groningen, als projectleider op het Groningse deel. Dan stop ik met het delen van mijn scherm en draag ik graag het woord over aan Groningen. Oh, excuus. Dit gaat niet helemaal zoals ik wilde. Ja, als het goed is, kunnen jullie mij nu horen? Ja, dat gaat perfect. De presentatie ook? Ja. Volledig in beeld. Nu op vol scherm. Ja hoor, perfect. Yes, hartstikke goed. Dankjewel. Mij is gevraagd om even een heel kort stukje inleiding te verzorgen bij dit project. Dus even de context waarin we dit project uitvoeren. Wij zijn bezig met het realiseren van een netwerk van doorfietsroutes naar de stad Groningen. Die zien jullie hier op het kaartje aan de rechterkant. In het eindbeeld hebben we straks 11 routes naar Groningen met een lengte van ongeveer 150 kilometer in totaal. Daarbij hoort een investering van minimaal ongeveer 130 miljoen euro. En we zijn op dit moment ongeveer op de helft in de realisatie van dit hele netwerk. Ongeveer 77 kilometer. Nou ja, we zijn in 2012 daar al mee gestart met het eerste stuk, dus het loopt ook al een tijd. Even ten aanzien van verantwoordelijkheden. Wij hebben hier de verdeling dat binnen de stad Groningen de gemeente Groningen de regie heeft en ook de doorfietsroute financiert. Buiten de stad Groningen ligt die rol bij ons. Dus dat is anders dan in de meeste delen van Nederland, denk ik. Als je dan kijkt naar wat hebben we tot nu toe met in ieder geval die 50% die we hebben gerealiseerd, wat hebben we daarin bereikt? We zien een gemiddelde stijging van het fietsgebruik van 26%. Kost hier ook wel dat heel erg fluctueert, heel erg varieert per route. Dus we zijn nog aan het uitzoeken waar die verschillen dan in zitten. Maar je ziet in ieder geval een mooie stijging op die routes. En wij voeren ook belevingsonderzoeken uit naar de waardering van gebruikers. En die cijfers die schommelen allemaal zo net onder de 8%.
tot op net een 8. Dus dat is denk ik ook hartstikke mooi. En als laatste, dit is het netwerk naar Groningen. En we zijn nu langzaam binnen de provincie Groningen aan het kijken of we dit principe van doorfietsroutes ook kunnen vertalen of uitbreiden naar de regio in. Dan heb je het bij ons natuurlijk over wat kleinere kernen. Dus wellicht dat in de verschijningsvorm dat net even iets anders zal zijn. Maar we zijn nu wel met twee routes concreet bezig samen met de gemeenten. En dat is tussen Appingedam en Delfzijl en tussen Muntendam en Veendam. Dus dit is even de context en dan geef ik het woord aan Henk-Jan. Ja, mijn naam is Henk-Jan Verbrink. Ik ben projectmanager bij het team verkeer en vervoer van de provincie Drenthe. En zoals al gezegd is, verzorg ik de processorgie op de doorfietsroute, ja, de F28, of zoals wij hem noemen, de groene as. Op het kaartbeeld links zien jullie een rode lijn. Dat is het uiteindelijke tracé. We hebben nog een aantal stukjes te doen. Die zijn hier in ieder geval in oranje zichtbaar, dan wel in paars. Op dit moment hebben we zo'n 63% van de totale route gereed. En dat. Sorry? Oké. Ik ga gewoon door. Ik hoor op de achtergrond wat geluid. De totale lengte van de route is 27 kilometer. Je bent nu even gedempt, dus nu verstaan we je niet. Even dempen opheffen. Dat hebben we niet zelf gedaan, maar blijkbaar zijn we niet gedaan. Nu horen jullie ons weer als goed is. Ja hoor, jullie zijn weer goed te horen. Vanaf waar zijn wij niet meer te horen geweest? Viel mee. Oké. Hadden jullie nog meegekregen de uitleg over het kaartbeeldje links? Daar halverwege ging het inderdaad even mis. Oké. Nou, dan zijn we door buiten ons toedoen zijn wij gedempt kennelijk. Ik gaf aan die rode lijn, dat is het eindbeeld. Het oranje gedeelte en ook het paarse gedeelte, dat zijn delen die we nog moeten aanleggen. In totale lengte is 27 kilometer ongeveer, waarvan we op dit moment ongeveer 63% hebben gerealiseerd. Nou, het aantal kruisingen staat hier ook even bij qua beeldvorming. De meeste zitten in de steden Assen en Groningen. Daartussenin hebben we maar, nou, ik denk, max 5 à 6 kruisingen. We gaan grotendeels door het landelijk gebied heen. We krijgen een aantal vaste bruggen, waarvan 1 gerealiseerd. En we krijgen 1 à 2 tunnels. Nou, even voor jullie beeld, wat is dan het budget waar we mee werken? Dat is ongeveer 27,5 miljoen. En dat is eigenlijk tot het zuidelijk deel van Groningen. In de binnenstad van Groningen komt daar nog ongeveer 10 miljoen bij, is de verwachting. En hier staat verder ook wel bij wie wat betaalt en hoe het gedekt is, maar dat kunnen jullie later nalezen. Ja, het is wel een uniek project in die zin. Het is provincieoverschrijdend, dus zowel Drenthe als Groningen. En we hebben te maken met 3 gemeenten. Voorheen waren dat er zelfs 4. De gemeente Haren is opgegaan in Groningen. De gemeente Assen die doet voor een groot deel het eigen werk en krijgt van de provincie Drenthe daar een bijdrage voor. De gemeente Tinalo, dat is de gemeente tussen Assen en Groningen in. Ja, die gedoogt de doorfietsroute, om het maar even zo te zeggen. Die werken mee, maar financieren niet mee. Dus dat is wel een punt van aandacht, ook qua bestuurlijk draagvlak al daar. We hebben een gezamenlijke regiegroep en een gezamenlijke stuurgroep waar alle gemeenten en provincies in vertegenwoordigd zijn. En we hebben ook een werkgroep die zich bezighoudt met beheer en onderhoud. Het eigendom ligt in het Drentse deel voor een deel bij de gemeenten en bij de provincie. We zijn als provincie Drenthe eigenaar van de kade van het Noord-Willemskanaal. De route volgt ook het Noord-Willemskanaal, loopt eigenlijk grotendeels over de oostelijke kade van het Noord-Willemskanaal. Ja, en we hebben een BTW-uitdaging. We willen natuurlijk graag de BTW gecompenseerd hebben. Dus daar waar de doorfietsroute in eigendom komt van een gemeente, maken we daar afspraken over. Zodat de gemeente de facturen betaalt en via een subsidieregeling weer voor de kosten gecompenseerd wordt.
Het is wel een omslachtige manier, maar zo hou je wel 21% aan boord. Ja, we hebben een viertal ambities geformuleerd voor de doorfietsroute. De eerste is de bereikbaarheid van de regio Groningen-Assen. Een alternatief voor de auto. Op dit moment staat Groningen al een aantal jaren op de kop, om maar zo te zeggen, voor de zuidelijke ring. En daarvoor is de doorfietsroute een prima alternatief. Verder willen we gezondheid stimuleren door het stimuleren van bewegen. Een impuls geven aan het toeristisch recreatieve netwerk. En we willen de luchtkwaliteit verbeteren. En dat alles met een hoogwaardige, veilige en aantrekkelijke en eenduidige uitstraling. Ja, we zijn in 2016 gestart met het initiatief voor deze doorfietsroute. Dat initiatief is van de beide provincies gekomen. Destijds was het direct al het idee om over die oostelijke kade te gaan. Dat is een vrij rechte lijn tussen Assen en Groningen. Waarbij bijna alle eigendommen bij de gemeente dan wel bij de provincies liggen. Voor een deel in Groningen ligt dat ook nog bij het waterschap. In 2017 hebben we een eindbeeldstudie gemaakt. Met daarin een aantal tracéverkenningen en nog een aantal uitwerkingen van varianten op een aantal locaties waar het nog niet geheel duidelijk was waar de route uiteindelijk zou moeten komen. In 2018 hebben we een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Daar zien jullie rechts een afbeelding van. We hebben eigenlijk voor het hele traject hebben we een aantal inrichtingsaspecten benoemd. Dat is ook om zeg maar, de eenduidigheid te waarborgen. Omdat verschillende gemeenten, verschillende provincies dus invulling geven aan de route. Om dat nog wat verder te vernauwen, hebben we nog een catalogus gemaakt. Die staat niet in het overzicht. Maar daar hebben we echt zeg maar, het type lichtmast, armatuur, fietsnietje, prullenbak, al dat soort zaken hebben we daarin vastgelegd. Ja, vanaf 2018 zijn we gestart. Het eerste deel is in Groningen gerealiseerd. En de planning is nu dat we in 2026 de route tot aan Groningen-Zuid gereden hebben. En we zijn op dit moment bezig met de meest complexe stukken. Hier een aantal afbeeldingen van voor en na de aanleg. Links zien jullie een foto in Assen. Rechts is het bedrijventerrein, links ligt het kanaal. De complexiteit was hier ook het hoogteverschil tussen het kanaaldijk en het terrein, de bedrijfsterreinen. Dit deel is bijna klaar. We worden nu even wat geremd door de weersomstandigheden. Naar verwachting is het eind januari klaar als we geen winter krijgen. Linksonder het Deurse Diep, dat is een aftakking van de Drentse Aa. Het hele doorfietsroute volgt ook het Drentse Aa-gebied, wat nationaal beekdal landschap is. En rechts een nieuwe fietsbrug die we hebben gerealiseerd al daar. Een vergelijkbare fietsbrug die gaan we nog op het Groningen deel realiseren. Nou, links nog onderdoorgang A28. Het linkerbeeld is een wat triest beeld in die zin dat er geen blad van de bomen zit. Het rechterdeel ziet er al een stuk vrolijker uit. En hier zien jullie de doorfietsroute slingerend onder het kunstwerk door. Die slinger is ook mede tot stand gekomen omdat daar te plaatsen ecologisch een aantal beschermde soorten aanwezig zijn. Links onder de kanaaldijk in de gemeente Tinalo. Daar hebben we een fietsstraat aangelegd. Dus een fietsstraat buiten de bebouwde kom. Dus dat was wel een van de eerste fietsstraten volgens mij in Nederland. Is ook meegenomen door het CROW in een onderzoek daarna. Dat vergt toch nog in de praktijk wel wat leermomenten. Ik moet zeggen, de laatste tijd het aardig goed gaat. Dan de situatie op het Groningen deel. De aansluiting bij het Haren PNR. In de verte zien jullie een blauw bordje. Daar begint de doorfietsroute nu en die gaat dan door tot aan de Verketwijk Verschuurlaan, Groningen-Zuid. Rechts zien jullie eigenlijk die situatie. En als je heel goed kijkt, zie je op het wegdek een logootje van de doorfietsroute F28. Links onder de situatie voor aanleg ter hoogte van Groningen. En rechts het gedeelte zoals het er nu bij ligt. Sinds 2018.
En rechts zien jullie ook nog een boot. En dat is wel een van de leermomenten die we daar hebben gehad. Want op dit fietspad rijden ook coaches die de boten coachen. Dan impressie van een project waar we nog wel uitdagingen hebben. We gaan namelijk in het Noord-Willemskanaal, dus in het water, gaan we een tunnel maken om de provinciale weg, de 386, veilig te kunnen kruisen. Ja, dat is op zich qua uitvoering best complex, maar je moet ook weten dat we dus de Drentse A-gebied volgen en dus eigenlijk heel dicht op de NNN zitten. Ja, we hebben langs de route ook een viertal uitwerkingslocaties gedefinieerd in het beeldkwaliteitsplan. En daar zijn we met omgeving plannen voor aan het maken. Hier zien jullie een plannetje bij de Assenroeiclub, oftewel de Lonebult. Dat is een verhoging die is tot stand gekomen toen het kanaal ooit verlegd en verbreed is. Daar hebben we met de omgeving een plan voor gemaakt om een draaiend element te maken. Die zien jullie bovenin met een soort van pergola eromheen. Dat is een beetje zo'n ding als je in de speeltuin hebt. Dan kan je om je as 360 graden draaien. En dan krijg je vanaf een meter of 12 mooi uitzicht over de omgeving. Plus dat je de hele doorfietsroute tot op de havenkade in Assen kunt volgen. We gaan er ook een aantal tribuneachtige elementen in brengen. Het is namelijk ook de finishplaats van de roeiwedstrijden. Die kan je dan vanaf de heuvel waarnemen. En samen zijn we ook nog aan het kijken om er iets van bootcamp of fitnessachtige apparatuur neer te zetten. Rechts zien jullie twee oude sluisdeuren. Die zijn vrijgekomen uit de sluis bij Klazinaveen. Sluisdeuren zijn 70 jaar oud. Boven het waterniveau waren ze een beetje gerestaureerd. En wij hebben die in mootjes laten zagen. En rechtsonder zie je een bankje. En die bankjes gaan we langs de route plaatsen. Op de tekening zie je ook nog een rood sterretje. Daar staat kunstwerk bij. Op dit moment loopt er prijsvraag of een inschrijving waar vier kunstenaars voor zijn uitgenodigd. En begin december kiezen wij een kunstenaar die langs de route bij deze vier uitwerkingsplekken een kunstwerk gaan aanbrengen. We hebben om de route beter te positioneren en aantrekkelijk te maken, hebben wij tweetal beleefroutes gemaakt die meanderen om de doorfietsroute heen. De doorfietsroute is hier in groen aangegeven en zeg ik het goed? Ja, volgens mij wel. Die kun je fietsen van Groningen naar Assen en je kunt een achtje maken, dat is ongeveer 80 kilometer, of je kan twee rondjes maken van 40 kilometer. Langs die route zijn allerlei bezienswaardigheden te zien. Er zijn een aantal documentaires opgenomen, een achttal, die kan je of thuis bekijken of die kan je op de route bekijken. En via de app van Sherry kan je deze routes gratis fietsen. Nou, de linkjes staan onderin, dus die kunnen jullie nog een keer bekijken. Ik geef nu het woord aan Vincent. Ja, dankjewel. Ja, ik ben Vincent Buitenveld en ik ben de projectleider van het deel uitvoering voor wat in de provincie Groningen ligt. En onder uitvoering verstaan we eigenlijk het plan, uitwerkingen en realisatie van projecten. Nou, binnen Groningen hebben we te maken met drie fases. Ik hoop dat dit een beetje te zien is. Maar tussen de bovenste twee driehoekjes ligt deel 1. Dit is al uitgevoerd. Tussen de volgende twee driehoekjes ligt het tweede deel waar we mee bezig zijn. Hier zijn we in voorbereiding mee klaar en dit willen we in komend jaar 2024 uitvoeren. En hier onderaan hebben we nog een klein stukje en dit is ook het meest uitdagende stukje rondom de Witte Molen bij Glimmen in de buurt. En dit deel ligt voor de helft ongeveer in provincie Drenthe en in de provincie Groningen. En als provincie Groningen voeren we dit uit en dus te maken met provincie Drenthe, met de gemeente Groningen en met de gemeente Tinalo. Even kijken. Waar we binnen de provincie Groningen of een Drenthe die we ook rekening mee houden, is de aantrekkelijkheid van de routes. Daar zijn Jan net ook al wat over verteld. Maar naast het maken van de kortste route, die prettig is om comfortabel om te fietsen, hadden we ook rekening mee dat de route aantrekkelijk genoeg is. En in het uitwerkingsgebied waar ik zo wat over ga vertellen, houden we daar ook rekening mee. Ja, wat ik even uit wil lichten, dat is de locatie Witte Molen. Dat is het derde deel van de planning die ik net liet zien. Dit is een bijzonder gebied. Ja, aan de ene kant, je ziet wel hier het mooie plaatje van de Witte Molen. Het ligt hier in de monding van de Drentse A, die komt hier aan.
Er is een natuurontwikkeling in dit gebied. Het is een NNN gebied. We hebben hier een opgave om de dijk op te hogen in overleg met het waterschap. En het is ook de bedoeling om van deze hele polder en ook wat hier achter ligt en ook aan de overkant water een waterbergingsgebied te maken. Dus er komen best wel heel veel dingen samen, hè, waardoor dit deel ook wat later loopt dan in de planning dan de rest van het traject. Wat ook nog wel bijzonder is, we liggen hier tussen het Noord-Willemskanaal en de A28 in op dit stukje. En hierachter ligt nog een benzinestation. En dit is vanuit de Witte Molen naar de zuidzijde gekeken. En hier ligt nog een stukje fietspad en daar verderop ligt niks. En we gaan hier ook door een NNN-gebied heen. Waar we ook mee bezig zijn is om op deze locatie stop- en uitzichtpunten te creëren. Om dit gebied extra aantrekkelijk te maken om ook even te stoppen. Waar je dit gebied zelf kan bekijken, maar ook het natuurgebied wat in ontwikkeling is aan de overkant. Dus dat vanuit de aantrekkelijkheid van de routes. Ja, wat ik Jan ook al vertelde is dat er een gezamenlijk beeldkwaliteitsplan is. Er zijn bijvoorbeeld ook afspraken in van hoe komen onze kunstwerken eruit te zien. We hebben in dit gebiedje te maken met een brug. Er zijn afspraken gemaakt van de uitgangspunten, hoe komt dat eruit te zien. De leuningen die staan bijvoorbeeld uit elkaar, die zijn niet recht. Er staan verschillende dingen in. Wat bijzonder is aan dit stukje, is ook als uitwerkingsgebied genoemd, is dat we hebben te maken met hier het Drentse A-gebied. En het Drentse A-gebied kent ook zijn eigen visie, met zijn eigen bruggetjes. En dat is bijvoorbeeld hier te zien. En die hebben eigenlijk hele simpele houten bruggetjes met een houten reling. Terwijl voor de doorfietsroute eigenlijk ook het beeld is bedacht van een meer doorfietsroute en iets moderner ogende brug. En hier kwam dat wat in conflict met elkaar. We zijn er uiteindelijk wel uitgekomen om door met alle betrokkenen in een hele grote groep te gaan zitten. En te kijken van hoe kunnen we een soort tussenvorm creëren tussen deze modernere brug en de klassieke houten bruggetjes die hier in het Drentse A-gebied liggen. En wat het moet nog verder worden uitgelegd, wat er voorlopig uitkomt, is dat we wel kiezen voor het materiaalstaal, maar we passen het ontwerp wat aan, zodat hij toch meer oogt zoals de houten brugjes die in het gebied liggen. En dat zou er dan bijvoorbeeld zo uit komen te zien. Wat aan denk je allemaal even voor de lessons learned? Ja, we hebben een aantal lessen geleerd, gaande dit proces in de afgelopen 7 jaar. Dus een goede basis neer te leggen, zeker vanwege de complexiteit dat het in meerdere provincies en in meerdere gemeenten plaatsvindt en ook onder de verantwoordelijkheid van verschillende partijen wordt gerealiseerd. Dus een beeldkwaliteitsplan, eindbeeldstudie, dat is een goede basis om op te vertrekken. Verder stoppen veel energie in de samenwerking tussen de gemeente en de provincies. En dat loopt ook gewoon goed. We houden elkaar goed scherp en maken goede afspraken met elkaar. Dat gebeurt in een goede harmonie. Ook voor Tinalo, bestuurlijk ligt dat soms wel lastig. Maar op college-niveau en ambtelijk niveau gaat dat heel goed. We hebben onderzoeken uitgevoerd naar gebruikers en doelgroepen. En mogelijk tracés, maar we ondervinden toch nog her en der wel discussie hierover. Misschien met name die tracés, misschien hadden we daar aanvankelijk toch nog wat meer verdieping in moeten zoeken. We zijn heel snel al naar die oostelijke kade gegaan, maar deels liggen er aan de westelijke kade ook hele goede mogelijkheden. We zijn heel vroeg begonnen met participatie. Bij die eindbeeldstudie al in 2017 zijn er allerlei werkgroepen ingesteld en die werkgroepen hebben mede geresulteerd in die eindbeeldstudie. Dus mensen zijn heel vroeg betrokken geraakt. En we doen dat ook. Ik zag ook de Fietsersbond Drenthe, zag ik in ieder geval in Groningen, zit waarschijnlijk ook in dit overleg. Daar hebben we veelvuldig overleg mee. Ook over uitdagingen die wij zelf hebben, waar we soms niet altijd een antwoord voor hebben. Proberen we de expertise van de Fietsersbond erbij te betrekken. Maar dat geldt ook voor andere partijen, zoals bijvoorbeeld de vissers. We hebben langs de route allerlei wedstrijdtracés voor viswedstrijden. Daar hebben we toch rekening mee te houden. Daar heb ik in het ontwerp rekening mee gehouden. En we hebben veelvuldig ook afspraken met hun, om de planning door te nemen, zodat er geen wedstrijd is op het moment dat wij aan het werk zijn. Dus dat alles ook om goed draagvlak te creëren.
Ja, het planproces is tijdrovend. 2026 is nog wel een uitdaging. We komen natuurlijk in de processen rondom planologische wijzigingen, verkeersbesluiten, omgevingsvergunningen. Toch nog wel wat obstakels tegen. Her en der gaan we naar de commissie voor rechtsbescherming of incidenteel naar de rechter. En ook het hele proces rondom stikstof is natuurlijk wel een aandachtspunt, zeker als je in de buurt van NMN zit. En ook door toch wel zwalkend beleid vanuit de Rijksoverheid en ook de provincie hier ligt, met betrekking tot de toelaatbare normen. Die fietsstraat, heb ik al iets over gezegd. Fietsstraat buiten de bebouwde kom, met toch wat autoverkeer erop, maar ook vooral landbouwverkeer, wat tegenwoordig ook steeds groter wordt en ook harder rijdt. En daar hebben we heel veel initiatieven in gezet om met elkaar de goede afspraken te komen, campagnes gevoerd. En ik moet zeggen, de laatste tijd hoor ik er eigenlijk heel weinig meer over. Dus ik ga ervan uit dat het steeds beter aan elkaar gaat wennen en beter gaat verlopen. We hebben denk ik met partijen vanaf 2017 heel veel lef getoond. Een stap voorwaarts gezet, 27 kilometer is niet niks. En ik zie ook in Drenthe hebben we ook een ambitie met betrekking tot doorfietsroutes. Maar we stoppen hier ongeveer ruim 16 miljoen zelf in. Dat zie ik niet zo snel meer gebeuren in een route zelf als provinciale cofinanciering. Ja, en omwonenden, die dijk die lag er natuurlijk al decennia. En de omwonenden en ook de agrariërs die zagen die dijk als hun eigendom. En die moeten ze nu dit delen met de fietsers. Ja, dat vereist toch wel veel communicatie. Ik moet zeggen, over het algemeen zijn de reacties positief. En zijn heel veel angsten niet waarheid geworden. Dus dat is ook goed om dat terug te koppelen. En dat doen we dan ook in nieuwsbrieven. Ja, de fietsers in de voorrang, dat is ook nogal wennen. We hebben niet veel kruisingen buiten de steden. We hebben toch wel wat maatregelen moeten treffen, vooral in het landelijk gebied. Ja, men rijdt daar toch wel hard en geeft niet altijd voorrang. We hebben toch wat snelheidsremmers moeten aanbrengen om het verkeer toch te laten remmen voor de doorfietsroute en de doorfietsroute al daar in de voorrang te krijgen. Ja, dit was wat ons betreft de laatste dia. Ik geef het woord graag weer terug. Yes. Saskia. Super. Hartelijk dank, heren, voor deze presentatie. Ja. Er zijn een aantal mooie vragen binnengekomen voor jullie nog in de chat. We hebben nog ruimte voor een paar. Ik weet niet of het lukt om ze allemaal te beantwoorden. Allereerst inderdaad, ik denk daar mee te beginnen. Dat is een vraag van Wim Bot van de Fietsersbond. Hij zegt al met al inderdaad dan de doorlooptijd van deze doorfietsroute zal al met al 10 jaar zijn. Is die periode nodig? Zou het sneller kunnen? Wat is jullie verklaring voor zo'n doorlooptijd? Is dit de standaard voor zo'n doorfietsroute, dat het zo lang duurt? Het is de standaard voor infrastructurele werken, helaas. En de praktijk leert dat ongeveer tussen de 10 en de 15 jaar ligt. Ja, Henk-Jan, jij noemde net inderdaad een aantal hordes op de weg die jullie tegenkwamen. Het lukt dan ook dus niet echt om dat soort dingen sneller te doen inderdaad. Zeg maar, stikstof en natuurwaarde. Ja. Nee, goeie. Er was een vraag van Eelco van Ruiten over, die is gericht aan Rolf. De prijspeilingen, ramingen destijds, stijgende kosten. Hoe gaat de provincie daarmee mee om met stijging zeg maar, van ramingen destijds en dan latere uitvoering? Hele moeilijke vraag. Volgens mij hebben we dat bij dit project nog niet lastbaar gehad in die zin dat de kosten hoger zijn geworden dan het budget. Dus volgens mij vooralsnog moet het allemaal binnen budget te realiseren zijn. Dus we zaten misschien achteraf gezien al ruim in ons jasje financieel. Want het is inderdaad waar dat er een hele grote tijd overheen is gegaan waarin je zou verwachten dat het is gestegen. Maar het is een uitdaging voor Vincent, in ieder geval voor het Groningse deel, om dat binnen budget te doen. En dat lijkt vooralsnog te lukken. Dus speelt niet echt. En anders zul je opnieuw naar de Staten moeten om ophoging van het budget te vragen. Dus dat doen we voor andere projecten, zien we dat wel en doen we dat ook. Ja, goed om te weten. Maar een tip voor anderen zou dus zijn om een klein beetje ruim te ramen, wellicht. Ja.
Dit is een vraag die is wellicht best voor Henk-Jan. Dat is heel specifiek inderdaad. Wat is het snelheidsregime op het deel van de fietsstraat? Dat is een fietsstraat buiten de bebouwde kom. Dat zien we niet heel vaak. 60 kilometer per uur. En de weg leent zich er ook niet voor om dat te verlagen naar 30. Daar hebben we uitgebreid met politie en fietsersbond ook over gesproken. En de gemeente Tinalo, waar die fietsstraat ligt. Ja, maar ja, volgens mij, wat ik van jou begreep, was het in het begin wennen. Maar lijkt het nu wel redelijk te gaan, hè? Ondanks dat het 60 kilometer per uur is. Ja, het is van beide kanten wennen. Hè. Het is, de landbouwers klagen heel erg over de fietsers natuurlijk. En de fietsers over de tractoren. En we hebben zeg maar, twee campagnes gehad waarbij we zeg maar, beide kanten hebben belicht. Ja, goeie. Dan zijn er nog twee vragen die zitten wat meer op de ruimtelijke kant. Er werd inderdaad gesproken dat er in Assen een... Ja, wat gedaan is inderdaad rondom de ecologische bescherming van soorten. Maar hoe gaan jullie nou verder in wat meer algemeenheid om tussen die spanning tussen extra asfalt versus natuurbehoud? Het is best wel een route die door een natuurgebied loopt. Dus volgens mij hebben jullie al best wel wat hordes meegemaakt. Nou, eigenlijk het grootste deel ligt op de kanaalkade. Hè? Dus daar zijn de natuurwaarden redelijk overzichtelijk, zeg maar. Die kade werd ook al gewoon gebruikt door landbouwverkeer, door vissers, door ruiters. Dus het was eigenlijk gewoon een zandpad, zeg maar. Hè? Dus het was niet echt natuur. Waar de natuur raakt, dan is het met name wat Vincent vertelde in de Glimmermaardepolder. Daar ligt het gevoeliger. Ja, en in de Glimmermaardepolder moet inderdaad een stuk de dijk verbreden om het fietspad op te kunnen aanleggen. En wat we daar ook gaan doen, dat is een ander pad wat er nu ligt, wat ietsje verderop ligt, dat afwaarderen naar een zandpad. En daarnaast zijn er nog andere maatregelen die we nemen om die natuurcompensatie te regelen. Kijk, we hebben voor die Glimmermaardepolder destijds een variantenstudie gedaan. En dat hebben we nog in de coronaperiode gedaan. Ik weet nog te herinneren dat we 16 ecologen in een teamsoverleg hadden zitten. Van allerlei verschillende partijen. Dus we hebben dat was een heel zorgvuldig, complex traject eigenlijk. En wat ook op diverse trajectdelen van de Doorvietsroute nog speelt, is dat het waterschap nog een aantal natuurvriendelijke oevers moet aanleggen in het kader van de Europese kaderrichtlijn water. Dus daar werken we ook nauw mee samen. In de Glimmermaardepolder wordt dus ook een nieuwe natuurvriendelijke oever aangelegd. En dat proberen we zoveel mogelijk te combineren, zeg maar, met ecologische maatregelen die we moeten nemen. Wat wel belangrijk is dat je de net- en zijtoets moet uitvoeren, hè, voor realiseren van een fietspad in het NNN-gebied. En eigenlijk alle alternatieve routes die we hadden hiervoor, die gingen ook door NNN-gebied. Dus daarom daar moesten we er wel doorheen. Maar goed, als je er andere opties hebt, dan kan dat niet zomaar. Goeie, dank. Even zien, ik zag inderdaad nog een laatste vraag binnenkomen. We kunnen ze helaas niet allemaal nu beantwoorden. Zullen we zien of we via de chat nog links en rechts wat reacties kunnen geven. Er is een vraag van Kees Lok. Hij zegt daar, er wordt gezegd, neem de zorgen van omwonenden serieus. Als lessons learned van dit project. Kunnen jullie aangeven waar die zorgen uit ontstonden? Wat voor bezwaren kwamen jullie tegen onderweg? Nou, het was veelal, zeg maar, dat die kade, die was in gebruik, zeg maar, bij bijvoorbeeld landbouwers. En die landbouwers konden s'avonds op hun tractor laten staan of wat dan ook, hè, want er was eigenlijk weinig ander gebruik. En nu reden daar in één keer fietsers, dus daar moeten ze rekening mee houden. Als ze van het land afkomen, moeten ze uitkijken. Geven elkaar de ruimte. We hebben ook op het Drentse deel hebben we een zandpad er nog naast laten liggen. Zodat ook de vissers hun auto buiten het fietspad kunnen parkeren. Dat ze niet met hun auto op de doorfietsroute staan. Dus ja, dat zijn eigenlijk wel de belangrijke dingen. Vooral het delen van de ruimte. Dat die ruimte, het was eigenlijk ons eigendom als overheid. Maar het is eigenlijk door de jaren heen, is het zeg maar een beetje verworven tot eigendom van de aanwonenden, vissers, landbouwers. Ja, en die ruimte moeten ze nu weer delen met de fietsers. En we horen natuurlijk heel veel negatieve berichten over fietsers. En ze zijn asociaal, ze fietsen te hard, ze hebben oog voor niemand. En ja, dat soort termen komen dan voorbij.
Maar in de praktijk valt dat natuurlijk heel erg mee. Dat hebben we ook. We hebben met één bewoner hebben we inderdaad drie commissies rechtsbescherming gehad en een voorzieningenrechter. En na afloop hebben we die mevrouw gevraagd van, goh, hoe is het nou bevallen? En ze zei, ja, eigenlijk alles wat ik had verwacht is gelukkig niet opgetreden. Dus die was heel tevreden. Dus ik denk dat dat wel de les is, zeg maar. Ja. Ja, wel, ja, helaas wel zo heel veel procedures door, maar blij dat het uiteindelijk dan inderdaad meevalt. Ja, dat zal dus inderdaad, dat is moeilijk om te voorkomen. Dat vraagt, ondanks alle goede aandacht die jullie tijdens een heel proces hebben gegeven. Ja. Gewoon begrip voor elkaar hebben, hè, en elkaar de ruimte gunnen. Ja, is dat. Ik zie inderdaad echt, er druppelen nog allerlei vragen binnen. Ik voel een vervolg aankomen hierop. Maar ik moet voor nu helaas toch het Groningse deel hierbij afronden. En dan dalen we langzaam af naar het zuiden van Nederland. We gaan naar Brabant. Ik wil graag het woord overdragen aan drie sprekers vanuit Brabant. Dat is namens de provincie Brabant Matthijs Ransijn. Als beleidsadviseur voor de snelfietsroutes in de provincie. En namens de gemeente Bergen op Zoom, Ralf Boon. En de gemeente Roosendaal, Laura Verschuren. En dan geef ik als eerste het woord aan Matthijs om namens de provincie te duiden wat de provincie Brabant allemaal doet op het gebied van snelfietsroutes / doorfietsroutes. Dankjewel, Saskia. Ik hoop dat ik goed te verstaan ben. Mijn computer heeft het nu te volgehouden, dus dat gaan we voor het resterende half uur ook zo afspreken. Zo is het. Dank voor de uitnodiging. Ik ben Matthijs Ransijn. Ik werk bij de provincie Noord-Brabant, Team Fiets. Sinds 2017 op dit dossier, met veel enthousiasme. Ik ga meteen verder met mijn scherm delen. Dus als jullie mij even één ding tegelijk laten doen, dan klik ik even door naar de cover van het Brabant Magazine. En ga ik daar een verhaal bij vertellen. Brabant Magazine is een tijdschrift, een digitaal tijdschrift, dat de provincie één keer of een paar keer per jaar uitgeeft. En het afgelopen nummer stond in die editie onder andere een stuk over de snelfietsroutes. We hebben het over snelfietsroutes in Brabant nog steeds. En we maken niet alleen snelfietsroutes, althans, we focussen ons niet zozeer of niet alleen op het maken van infrastructuur. Maar als je snelfietsroutes maakt, dan zorgen we er ook voor dat je communicatie, fietsstimulering en monitoring op orde brengt. Dus Brabant Magazine is een van die dingen waarmee we aandacht vragen voor communicatie en stimulering van fietsroutes. En in dit nummer hebben we een stuk geschreven over snelfietsroutes en dan met name over, zeg maar, de inzichten die we inmiddels hebben over de monitoring van de eerste routes in Brabant die klaar zijn. En ik klik nu even door naar dat betreffende artikel, wat jullie als het goed is nu zien. En de kop die we daarvoor hebben gekozen, wat namelijk bleek, is dat op de eerste drie routes die we hebben onderzocht, uiteindelijk 19% van de fiets die daar fietst aangeeft dat zij eerder met auto of OV die reis maakten. Dat was natuurlijk een resultaat waar we op hoopten. En wat we, we hoopten, dit is meer dan waar we op hoopten. Wat uit de effectmetingen die we op deze routes hebben gedaan naar voren kwam. Dat zijn effectmetingen die we hebben uitgevoerd conform het protocol. Effectmeting, beleving en gedrag die Tour de Force 2 jaar geleden in samenspraak met een heleboel mensen die misschien ook wel hier in het publiek zitten, maar met een heleboel deskundigen in Nederland op poten heeft gezet. En die effectmetingen, ja, daar kan je dus onder andere dit soort resultaten uit aflezen. Snelwitsroutes zorgen voor minder auto's op de weg, dat was de kop. Nou, in Brabant Magazine hebben we verteld dat dat resultaat er is. Dat ook 35% van de mensen die daar nu fietst, aangeeft dat ze meer fietsten. Meer fietsen nu, naast het feit dat 18-19% eerder naar met de auto ging. Dat gaat dan om onderzoeken op deze routes uit ons netwerk. En ik laat zo meteen het netwerk zien. De route Rijen Tilburg, Waalwijk Tilburg en Nijmegen Kuip. En daarvoor gebruiken we het landelijke protocol. Nou, dan even door naar onze snelfietsroute. Het snelfietsroutenetwerk in Brabant. Daar is dit kaartje voor, dat gaat bewegen. Daar mogen jullie dan ondertussen naar kijken. Dit is een
plaatje wat eigenlijk voortkomt uit het uitvoeringsprogramma Fietsen in de Versnellingen 2016. Toen hebben we het begrip snelwegroutes in Brabant geïntroduceerd, grofweg. Althans, toen is het voor het eerst echt duidelijk vastgelegd in ons beleid. En het begrip snelwegroutes is nog steeds wat vast ligt in ons beleid. In ons beleidskader gebruiken wij het woord snelwegroutes. En dat we op allerlei plaatsen in de provincie allerlei andere namen daarvoor gebruiken, zoals we ook in de rest van Nederland doen. Dat is allemaal helemaal prima, want uiteindelijk is er geen vaststaande definitie. Het is geen wettelijk begrip. Wij vinden de term snelwegroutes goed passen bij de ambitie die we hebben, namelijk alle grote en middelgrote kernen, belangrijke woon-werklocaties en economische toplocaties verbinden met een hoogwaardig fietsnetwerk. Daar hebben we in eerste instantie 61 miljoen euro voor beschikbaar gesteld gekregen door onze staten. En daar is de laatste jaren nog een aantal keren aanvullend budget voor beschikbaar gekomen, waardoor de uitvoeringskracht nog veel groter wordt. Maar met de eerste 61 zijn we begonnen en zijn nu in wit de routes, een aantal van die witte routes zijn daarmee gemaakt. Onze bijdrage als provincie is in grote lijnen cofinanciering, want wij maken deze routes eigenlijk nooit zelf. Het is altijd een co-productie provincie en gemeente, of eigenlijk moet ik gewoon zeggen gemeente en provincie. Het zijn routes waar gemeenten aan werken, gemeenten moeten ze willen. Als gemeenten erachter staan en met elkaar aan de slag willen met de route, dan sluiten wij aan, doen we mee en zorgen ervoor dat die er komt. En die cofinanciering is tot nu toe in de provincie altijd 50% voor gewone infrastructuur. En bij ingewikkelde kunstwerken, niet zijn de bronzen sculpturen, 80%. Dus bruggen, viaducten, spoorwegovergangen, de moeilijke dingen waar je als gemeente, zeker als wat kleinere gemeente, waar we er in Brabant nog wel een aantal van hebben, erg tegenaan kan hikken. Daar pakken wij onze verantwoordelijkheid om die regionale routes in de lucht te krijgen. De witte routes zijn klaar. De oranje routes zijn in aanleg. Daar staan jaartallen bij wanneer die klaar moeten zijn. En de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat die jaartallen wel een aantal keren naar achter schuiven. Waar nu 2025 staat, daar heeft eerder wel eens een keer 2023 gestaan. Tegelijkertijd, de routes die klaar zijn, durf ik ook wel van te zeggen dat de doorlooptijd lang niet altijd 10 jaar hoeft te zijn. Rijen Tilburg, niet de langste route die we hebben, maar wel een hele leuke route. Die lag er in 3 jaar. En Waalwijk-Tilburg lag er in 4 jaar. Maar goed, Eindhoven-Helmond, daar is eind vorige eeuw zijn daar het eerste gesprekken over gevoerd. Dus nou ja, gemiddeld kom je uitbijters tegen. Maar soms kan het wel lekker snel. En dat is altijd fijn. Dat wat betreft infra monitoring. Wat ik al zei, fietsstimulering belangrijk. Heel belangrijk ook, snelwegen moeten zijn voor alle fietsers. We focussen op de bijdrage van fiets aan de mobiliteitstransitie. En we zetten volop in om werkgevers zover te krijgen of te enthousiasmeren om met name hun werknemers op de fiets te krijgen. We werken met het Brabants Mobiliteitsnetwerk. Chase Gangmakers is daar ons medium voor, waarmee we die werkgevers benaderen. Als je straks dit linkje nog een keer aanklikt, kijk vooral naar dit filmpje. Erg grappig. Waarin we weer opnieuw uitleggen waarom we snelwegroutes maken en waarin Brabanders vertellen waarom ze er zo blij mee zijn. Ik klik nu even door naar onze website die we in Brabant hebben om fiets, snelwegroutes en de campagnes die we daar voeren in algemene zin onder de aandacht te brengen. Chase.nl met een overzicht van de Brabantse snelwegroutes waar we nu aan werken. Met bijpassende plaatjes. En dit is wat mij betreft dan ook het bruggetje naar Laura en Ralf die de F58 Roosendaal-Berg op Zoom, die hier in een klein kaartje eventjes alvast in het netwerk staat, gepresenteerd wordt. Wat mij betreft is dit mijn bijdrage. En, super, Laura, dankjewel. En Ralf, zet hem op. Ja, goedemiddag allemaal. Vanuit Roosendaal, het mooie nieuwe stadskantoor. Ralf en Laura, ik ben van gemeente Roosendaal. Dus ik zit hier aan de tafel voor het Roosendaalse deel. En naast mij zit Ralf van de Boom, dus mijn evenknie eigenlijk in Berg op Zoom. In Roosendaal ben ik beleidsmedewerker mobiliteit of beleidsadviseur mobiliteit. En sinds ik hier werk, dat is nu ruim 5 jaar, ben ik eigenlijk al bezig onder andere aan de snelfietsroute. Ik ga eventjes mijn presentatie delen, kijken of die snel lukt.
Tijdens deze presentatie, of we het doorfietsroutes noemen, snelfietsroutes. Ik vind het allemaal prima. Tot op heden hebben wij het eigenlijk altijd snelfietsroute genoemd, omdat het gewoon bijna een begrip is hier in Brabant geworden. Ik zie dat we hem hebben aangepast naar doorfietsroutes. Als het snelfietsroutes wordt, vind ik dat ook eigenlijk helemaal prima. Deze presentatie willen we eigenlijk insteken. Niet zozeer vanuit de inhoud, maar meer de ervaring die wij hebben opgedaan tijdens het hele proces. Dus vandaar de ervaringen vanuit gemeente Roosendaal en Berg op Zoom. Dit is ons netwerk, eventjes wat uitgezoomd ten opzichte van het plaatje van Matthijs. Roosendaal aan de ene kant van jullie beeldscherm, Berg op Zoom valt er net buiten aan de andere kant. Tussen de twee steden hebben we eigenlijk de kernen Wouw en Heerlen. Dat zijn twee dorpjes die wij proberen aan te haken op onze snelfietsroutes. Ze liggen er net iets buiten, maar goed, met goede trajecten heb je ze toch aangehaakt. En net onder Wouw zien jullie eigenlijk een soort van vork. Daar is onze snelfietsroute getakt. En dat hebben we eigenlijk gedaan om het zuidelijk gedeelte van Roosendaal, dus wat net onder het spoor ligt, om dat beter aan te sluiten op de snelfietsroute. Dat is de wijk Tolberg die daar ligt. Die is wat minder optimaal bereikbaar. Dus we hebben ook gezegd van die moet natuurlijk met allerlei modaliteiten goed bereikbaar zijn. Maar zeker ook met de fiets. Nou, mooie bijkomstigheid is dat in die hoek bij de wijk Tolberg, ik weet niet of jullie mijn wijzertje zien. Thank you. Daar komt het regionale ziekenhuis. Dan hebben we eigenlijk een mooi project om daar werk met werk te kunnen maken. Het hele snelfietsroute, doorfietsroute hebben we eigenlijk opgeknipt in 9 delen voor Roosendaal, 1 deel voor Berg op Zoom. En die bestaan eigenlijk allemaal uit een ander profiel. Dus op sommige delen hebben wij een snelfietsroute aangelegd binnen de Woudekom, buiten de Woudekom. Grote delen hebben een vrijliggend fietspad van een aanzienlijke breedte. En er zitten een aantal kunstwerken in. Dat is bijvoorbeeld hier onder de snelweg door een kunstwerk over een beek. En een kunstwerk nabij het spoor. Tot zover de inhoud. Want ik zei al van nou, ik wil het graag hebben over onze ervaringen van de snelfietsroute. En dat begon bij mij eigenlijk. Dan gaat het verkeerd met mijn presentatie. Gaan we het eerst over de aanleiding hebben? Nou, dat heel, heel kort eventjes. Dat zal voor iedere snelfietsroute min of meer hetzelfde zijn. Het proces dat wij hebben gevolgd. Ik zag net in het verhaal van Groningen dat ze er 10 jaar over deden. Hoef ik me dus ook niet voor te schamen. Wij hebben er ook 10 jaar over gedaan, minstens. De samenwerking tussen onze beide gemeentes. Want zitten we hier samen en ik kan wel zeggen dat de snelfietsroute eigenlijk een vliegwiel is geweest voor een intensievere samenwerking. Niet alleen op het gebied van fiets, ook op andere mobiliteitsvlakken. En dan wat beelden van de realisatie. En ook wij hebben lessons learned. Het begon eigenlijk meer dan 10 jaar geleden, 15 jaar geleden. Dan merk je eigenlijk dat de fiets en snelfietsroutes een volwaardig alternatief worden voor de auto. Waar eigenlijk eerst bij ook de hogere overheden altijd de auto voorop stond, hebben we wel gemerkt dat we de wind meekrijgen en groen licht krijgen om meer aan de fiets te gaan doen. Is ook niet zo heel gek, een fiets is een vriendelijk alternatief. Het is relatief goedkoop. Als je ziet wat kosten waren voor de snelfietsroute of voor een willekeurige herstructurering van een bepaalde weg, dat scheelt nogal. En het heeft een heleboel voordelen gewoon voor gezonde bewoners, meer bewegen. Het is allemaal eigenlijk goed voor je klimaatdoelen. Nou, tussen Berg op Zoom en Roosendaal hebben we eigenlijk een afstand overbruggen van 12 kilometer. Er liggen nog 2 kernen in. Zeker voor de forens die werkt in Roosendaal, woont in Berg op Zoom of andersom, is dat een route die eigenlijk heel goed te doen is met de fiets. Dus het is in die zin ook echt daadwerkelijk een volwaardig alternatief geworden voor de auto. En zoals ik al zei, ik wil het voornamelijk even hebben over het proces dat we hebben gevolgd. Ik zat er nog niet bij de gemeente in 2013, maar dat zijn eigenlijk de eerste documenten die ik heb kunnen vinden over de snelfietsroute. Dat was eigenlijk een scriptie van iemand bij het ministerie. Die heeft aangetoond wat de potentie is van een fietsroute tussen onze twee steden. En dat is eigenlijk een rapport dat ik denk van die mogen we echt wel in het voetlicht
zetten. Want die heb ik continu gedurende het hele proces eigenlijk naar voren gehaald. Omdat het de basis is waarop je eigenlijk je fietsroute hebt gebaseerd. Dus dat is je fietspotentie die erin zit. Hadden we achteraf misschien tussentijds een keer kunnen actualiseren. Want die is natuurlijk wel geschreven in een tijd dat we te maken hadden met een recessie. Dat de e-bike nog niet zo in opkomst was. Dus ik denk dat de potentie van deze fietsroute misschien in de huidige praktijk nog wel rooskleuriger kan zijn dan destijds is voorgeschoteld. Maar dit is in ieder geval een heel belangrijk rapport. Daarna hebben wij een tracéverkenning laten uitvoeren. Ook door iemand die hier in de groep zit, bij Antea. De andere die het rapport heeft geschreven is nou tegenwoordig een collega van ons. Maar dat is eigenlijk de basis geweest van waar komt de fietsroute te liggen? Wat gaat de fietsroute globaal kosten? Waar moeten we rekening mee houden? Vervolgens hebben die twee documenten eigenlijk geresulteerd in een intentieovereenkomst. We hebben samen met het ministerie, de provincie, beide gemeentes hebben we de intentie uitgesproken om gezamenlijk door te gaan met deze snelfietsroute. Hadden we nog geen financiën bijvoorbeeld op orde. In 2017 zitten we alweer ruim 4 jaar later, hebben we het ontwerp laten maken van de snelfietsroute met een gedetailleerde raming erbij. En dat is eigenlijk de basis geweest voor de bestuursovereenkomst die wij hebben gesloten in 2019. Beide gemeentes, provincie, hebben hem ondertekend. Hier zat ook de kostenverdeling in tussen de verschillende stakeholders. En dat is eigenlijk de basis geweest om de vervolgstappen te zetten. Veldje zoeken. En toen begon het leuk eigenlijk. Toen zijn we gestart met het samenstellen van een projectgroep. Dat is ook echt iets wat ik aan andere gemeenten zou willen aanbevelen om dat in ieder geval te doen. Want het realiseren van een snelfietsroute is echt wel meer dan een civiel technisch of een mobiliteitsproject. Je komt in aanraking met allerlei juridische procedures, grondverwerving, bestemmingsplanprocedures. Dus ik ben heel blij geweest dat wij een projectleider hebben gehad die dit proces heeft getrokken. Zaten nog meer mensen in de projectgroep, dus een civiel technisch ingenieur, dus de civiel technisch projectleider die echt heeft gezorgd voor de uitvoering op straat. Planjurist die zorgde voor de procedures. Iemand die de financiële afrekening een beetje bijhield, liepen we nog in de pas. Want de snelfietsroute was natuurlijk, wat ik al zei, in verhouding tot andere civiel technische projecten misschien niet het duurste project, maar het gaat toch om een project van 14 miljoen, dus dan moet je gewoon een goede goede vinger aan de pols houden van lopen we nog een beetje op schema. Heel waardevol ook de communicatieadviseur die erbij heeft gezeten. Want communicatie, dat is volgens achteraf misschien wel een van de belangrijkste pijlers voor het slagen van je snelfietsroute. En een verkeerskundige, voor de verkeerskundige zaak in ieder geval. En ik zou willen meegeven, wij zijn twee afzonderlijke gemeentes geweest die het hebben opgepakt. Allebei op onze eigen manier. Maar achteraf hadden we misschien een gezamenlijke projectgroep moeten samenstellen. Natuurlijk hebben wij heel veel gezamenlijk afgestemd. Maar we hadden geen projectleider die boven de twee gemeentes stond. Dus dat zou ik nog willen aanbevelen om dat in de toekomst in ieder geval wel te doen. Ik nou denk het stokje over naar mijn collega. Ja, heel goed. Dankjewel Laura. Goedemiddag allemaal. Ik zal mezelf ook nog even kort voorstellen. Mijn naam is Ralf van der Boom. Ik ben de evenknie van Laura, adviseur mobiliteit bij de gemeente Berg op Zoom. En eigenlijk vanaf mijn start in 2019, toen ik werkzaam ben geworden voor de gemeente Berg op Zoom, in dit project verzeild. En eigenlijk wel met heel veel positieve energie. Want fietsen, eigenlijk is dat een thema wat iedereen enthousiast maakt. En je ziet hier ook een aantal leuke foto's. Waarin we het echt zichtbaar hebben gemaakt. We hebben aan placemaking gedaan, signing op de weg. We hebben onze bestuurders ook echt de ruimte gegeven om die fietsroute buiten goed tentoon te spreiden. Wat wij belangrijk vinden bij het gemeentelijke proces om tot uitvoering te komen, was ook om tijdige afstemming te zoeken met de partners. Wij hebben in beide steden een actieve fietsersbond. Die hebben we ook betrokken bij de totstandkoming en bij de realisatie van de route. Om ze in ieder geval te laten zien waar wij voor staan als fietssteden. Wat ook belangrijk is dat je kunt aantonen voor meerdere vakdisciplines. What's in it for me?
Zeker in de tijd waarin je mensen ook gezond wil laten zijn en meer wil laten bewegen, hebben we ook de collega's van sport betrokken. Om straks als de route er ligt te kijken wat we daarvoor campagnes kunnen doen. Ja, en Matthijs gaf het al eventjes aan, hè, want de provincie is voor ons een hele belangrijke speler in het verhaal. Ook financieel gezien met de subsidiebijdragers die er zijn, maar zeker ook qua kennis en kunde. En als het gaat om welke zaken helpen nu echt om goed de snelfietsroute te laten landen. Ja, communicatie, stimulering en monitoring. Ja, dat zijn dingen die wij iedere keer maandelijks, als wij het over de snelfietsroute hebben, samen terug laten komen. Waar kunnen we aandacht op vestigen? Hoe wordt het zichtbaar? En met name als het gaat over stimulering vinden we het belangrijk om niet alleen te kijken naar de standaard werkgeversaanpak. Maar ook wat ik net aangaf om collega's van bijvoorbeeld sporten en bewegen aan te haken. Om daar toch misschien een wat groter onderscheid te maken. Waar wij zelf tegenaan lopen, en dat willen jullie ook meegeven, is dat de standaard werkgeversaanpak goed is. Werkgevers worden daarbij geïnformeerd. Maar om echt die doorvertaling te maken, dat ze er ook echt gebruik van gaan maken. Ja, wij voorzien daar toch nog wel wat extra stapjes die nodig zijn. Omdat ze vaak het gevoel hebben van ja, goed, fijn. Maar daadwerkelijk meer gaan fietsen. Ja, wij hebben nog niet het gevoel dat het helemaal geland is. Dat heeft ook iets minder een haakje, denk ik, met de snelfietsroute. Dat moet je meer zien in de brede zin van het woord. Dus fietsstimulering breed en niet zozeer fietsstimulering op de snelfietsroute. Dit is wel even leuk om met de foto te beginnen. Kijk, wat ik zei, we proberen iedere keer weer even wat te pitchen en wat informatie te delen. Nou, lessons learned komt zo. Maar de lessons learned die wij hier bij de foto in ieder geval hebben gemerkt, is dat je niet twee keer aan dezelfde kant van de foto moet staan. Want dan krijg je dit als resultaat. We waren wel blij dat het veel bekeken is, de foto op LinkedIn en de post. Want iedereen klapt hem open en dan zie je gelukkig ons allebei staan. Maar ja, hier was het een beetje bijzonder. Leek net of de snelfietsroute alleen door mij bekeken werd. Nee, maar even zonder dolle. Zorg voor voldoende energie bij het project. En dat maakt het ook gelijk heel erg leuk. We hebben bijvoorbeeld ook gekeken om een aantal tussenlocaties eruit te halen. Dus bijvoorbeeld tussenstation Wouw, een rustpunt geworden in onze route. Nou, het mooie is, daar heb je bijvoorbeeld een bankje. Ik hoorde net de collega's in Groningen vertellen dat er ook met een bepaalde reden gekomen is tot het bankje. Nou, we hebben daar spoorstaven gebruikt die omgezet zijn naar een bankje. Daar is door een ondernemer, eigenlijk een derde, is er ook een trein gepositioneerd. Die heeft daar een bijzondere waarde, omdat het tussenstation Wouw niet exact op die locatie overigens lag, maar wel aangeeft dat daar vroeger iets is geweest. Dus het heeft ook een historisch en toeristisch karakter. Ralf, ja, zoals ik al aangaf. Heel kort hoor. Het lijkt alsof jullie presentatie niet meer meeloopt met ons. Je gaf aan dat je een foto toonde, maar heel veel mensen zeggen ik zie nergens een foto. Dus o jee. Het lijkt alsof jullie presentatie niet meer met ons meeloopt. Hij toont een foto van zichzelf. Die staat nog vooraan. Ja, is dat nu samenwerking? De sheet van samenwerking? Staat die nu in beeld? Ja. Oké. Nee, volgens mij zijn we dan weer bij hoor. Oké, en als ik nou doorklik, hè, zien jullie dan nu drie foto's? Heel bijzonder dit. Nee. Ja, nu wel. Nou, ja, hij doet het weer. We gaan weer door. Nee, helemaal goed. Nee, want leuk is hier bijvoorbeeld, hier zie je de trein staan, hè, die ik net benoemde. Hier zie je ook het projectteam wat we samen met elkaar hebben. Onze civiel technisch projectleiders waar we altijd op kunnen rekenen. En die altijd voor ons klaarstaan. Onze wethouder staat erop. Ook leuk is dat we bijvoorbeeld op de dag van de duurzaamheid toen de werkgeversaanpak hebben ondertekend. Ook namens beide gemeentes als werkgever. Onderschat niet dat wij zowel voor Roosendaal als voor Berg op Zoom toch best grote werkgevers zijn. Om erbij de 600 FTE. Dus als je die mensen ook kunt verleiden om meer te gaan fietsen, is ook positief. Ik woon zelf bijvoorbeeld, dat is wel leuk om te vertellen, in Roosendaal. Ik werk voor de gemeente Berg op Zoom. En nu gebeurt er wel iets bijzonders, want nu zie ik in één keer dat we twee foto's verder gaan. Dus ik weet niet wat hier misging, maar laat hem even staan. Hij ging eigenlijk iets te snel, want volgens mij zat er zelf nog een slide tussen. Ja, dit is even de stand der techniek die ons overroelt, denk ik. Maar wat ik daar nog over... Oké. Okay. Het is net een soort Hans Klok dit, joh. Dit, ja, nu wordt hartstikke het interessant. Leuk. En nu, ja, het lijkt of gewoon de controle wordt overgenomen. Nu staan we weer terug op pagina terug. Het lijkt inderdaad alsof het mogelijk is voor andere deelnemers om ook door de sheets te klikken. Maar dat lijkt nu te gaan synchroniseren met jullie. Dan wordt het spannend. Ja. Dan zou ik even willen vragen of iedereen van zijn knopjes af wil blijven. Dan probeer ik hem alleen nog even te bedienen. Ja, rechts zien jullie de eerste tegel die eruit is gehaald bij ons. Want net zag jullie een andere foto. Daar kom ik zo nog wel eventjes op. Maar wij komen echt van een heel smal tegelpad.
naar dadelijk een 4 meter breed rood asfalt fietspad. En dat is wel een enorm verschil geworden. Ik klik nu 1 pagina verder, maar ja goed. Ja. Ik ga heel eventjes delen, stoppen en hem opnieuw doen. Even wachten. Is goed. Nou ja, goed. Nu staat hij dus op 10. Maar ja, dan gaat hij daar natuurlijk naar 11, want ik heb 2 keer geklikt. Nou, even wachten zelf eventjes dat de realisatie totaal afgerond is in 2025. Om even om een collega te spreken. Ja, die gaf het al even aan. Roosendaal moet nog onder de A17 door een tunnel geboord worden. Dat is natuurlijk een majeure opgave en daar zit nog best wel werk aan. Dus dat is nog wel een speciaaltje, om het zo maar te zeggen. Nou, wat we ook wel doen is vooral scherp toezien of we krijgen wat we hebben willen. We gaan zelf vaak ook ter plaatse om nog eens even vinger aan de pols te houden. Maar ook gewoon om zelfs af te fietsen. En dan zie je toch iedere keer weer nieuwe dingen. Vind ik, hey, ja, dat is toch wel mooi geworden. Of dit zou misschien nog bij kunnen stellen. Dus ben ik zelf met mijn collega Kees van de Kieboom, onze civiel technisch projectleider, nog eens even gaan kijken naar onze signing op de weg. We gaan namelijk aan de buitenzijde een markering aanbrengen. Om die op de goede plek te zetten. Want ja, tekening dacht dat die goed stond. Nou, we zijn buiten even gaan kijken en we dachten van nou, misschien toch nog iets meer naar de buitenkant zetten, want dan oogt het fietspad nog wat breder. En wat je ook een belangrijke lessons learned vinden, ja, hij staat nu bij realisatie, maar het stopt niet als de route gereed is. Ik denk dat het belangrijk is dat we zeker ook nog gewoon blijven kijken als hier ligt. Nou, hier zien jullie eigenlijk een foto van hoe het was. Schrik niet, maar de rechtse foto is zoals het was. Ja, links zien jullie het werk in uitvoering om te komen tot een 4 meter breed rood asfalt. Dus ja, het is straks niet meer terug te herkennen naar vroeger. Het lijkt erop dat Henk Bakker de bediening heeft overgenomen. Dus Henk, als jij hem doorklikt naar het volgende, dan komen we er. Ja, anders doe ik even delen stoppen en dan ga ik even opnieuw. Want dit is wel... Ik heb dit nog nooit meegemaakt, excuus hiervoor. Ah joh, alles moet een eerste keer zijn. Geef verder niet. Ja. Maar ik ga nu eventjes naar... even kijken. Ja. Hier waren we. Yes. Nou, hier zien jullie nou bijvoorbeeld een foto bij ons gedeeld in Berg op Zoom. Waarin je links op de foto ja, toch wel een smal tegelpad ziet. En rechts is net het zwarte onderlaag deklaag asfalt gedraaid. Ja, je komt ongeveer van 2 meter breed fietspad. Ga je dan gewoon naar het dubbele toe. Dus dat is wel positief. En wat je ook ziet is hier een kunstwerk onder de oude snelweg door. En ja, daar hebben we eigenlijk wel ook een echte fietsmaatregel getroffen. We hebben daar gekozen om het fietspad door te laten lopen en de rijbaan te versmallen. Dus daar moet je naar 1 rijbaan onder het viaduct. Dus daar heeft de fietser de prioriteit boven de auto gekregen. Je ziet een situatie in Roosendaal. Links eigenlijk een boerenweg die er gewoon lag. En hier de opmaat om te komen tot een fietsstraat. 6 meter breed rood asfalt. Alleen hier is hij nog zwart, want dit was net toen we in de realisatie zaten. Ja, we zijn net aan het komen tot de uiteindelijke variant. Dus we hebben nog niet de foto's dat hij helemaal klaar is. Ja, hier zie je de Woudseweg in Roosendaal. Ik weet niet of je daar zelf iets over wil vertellen, Laura, of dat ik het nog... Nou, deze is eigenlijk begonnen een paar jaar geleden als onderhoudsproject. Die ging er echt helemaal uit. Het was een van de laatste betonwegen die we nog hadden in Roosendaal. Volgens mij in Brabant zelfs. Daar hebben wij binnen de bouwde kom een snelfietsroute van gemaakt. Ja, waardoor die nou een stukken vriendelijker uitziet en heel comfortabel is voor de fietser. Dit is wel typisch een project. Hij gaat nog eigenlijk van niks naar nergens, want er ontbreekt nog een tunneltje onder de Rijksweg door. En dan is het echt gewoon in 1 streep, hup, richting het Leisure Center, dus Rosada Outlet Center en Berg op Zoom. Ja, dan wil ik eigenlijk komen bij de laatste slide, ook omwille van de tijd. Nou, wat zijn die belangrijke lessons learned geweest voor ons? Nou, zet het algemeen belang voorop. Klinkt een beetje als een cliché, maar de fietser tussen beide steden die moet voorop staan en centraal staan. Dus zoals ik al aangaf, we hebben bijvoorbeeld op de weg onder het viaduct doorgezegd van de fietser komt gewoon op 1 en de auto op 2. Nou, zorg dat je doel blijft houden en scherp stelt. Hè, wat levert het nou op voor ons? Meer beweging, meer mensen op de fiets, minder mensen in de auto. Nou, de doorlooptijd. Erg zijn we blij dat we als eerste Groningen hebben gehoord dat we niet heel erg gek uit de pas zijn gelopen qua doorlooptijd. Wij hadden het erover toen we de presentatie maken, eigenlijk toch wel bijzonder. Hè? Dat we gewoon meer dan 10 jaar lang tijd nodig hebben om hier te komen. Nou ja, goed, wat ook wel helpt is een ruimtelijk projectleider erboven hangen. Om dat alle belangen in beeld te brengen. Zeker als je een complex gedeelte hebt. Hè? Roosendaal heeft wat dat betreft een wat spannender gedeelte gehad dan wij.
Je moet een snelweg door over de spoorbomen heen. Ja, dan heb je echt wel meerdere belangen die je moet managen. Positieve grondhouding. Het is eigenlijk iets wat uit de omgevingsvisie, omgevingswet natuurlijk ook komt. Kijk vooral met een ja-mits-houding die je centraal stelt als incentive. Denk niet te vaak van, lastig, moeilijk, risico, doen we niet. Budgeteer niet te krap, ook een belangrijke. Het is echt, je gaat altijd wat tegenvallers tegenkomen. Dus daarin ook belangrijk om gewoon goed in de wedstrijd te zitten. Maak het als een begrip, snelfietsroute, doorfietsroute. Benoem het op vele tafels als iets bijzonders. Niet als een standaard fietsroute achterom, maar echt als een begrip. En niet te missen, een portfolio opbouwen. Nou, ik zal heel eerlijk zeggen dat we vanochtend nog de laatste slag hebben gelegd in deze presentatie. En toen kwam je er eigenlijk achter van ja, een paar mooie foto's. Ergens moeten ze zijn. Ja, en toch heb je ze dan niet altijd op het goede moment ter beschikking. Dus bouw een portfolio op waar je uit kunt putten. Dat zou ook altijd wel heel handig zijn in het proces. Verder op de tijd wil ik eigenlijk iedereen bedanken om te luisteren naar ons verhaal. Ja, en vragen kan. Alleen ik hoop dat de mensen die hier nu voor het raam staan heel even op ons wachten. Want we hebben tot 14:15 en ja, goed. We hebben nog wel even tijd voor vragen, hoor, eventueel. Er zijn hartelijk dank, Laura en Ralf, voor het inspirerend voorbeeld weer. En jullie zitten daar midden nog in de uitvoering. Heel mooi, tegels wegwuppen, gewoon lekker handen uit de mouwen. Heel goed. Er is ruimte echt voor een paar vragen. Dit is inderdaad wat meer een algemeen, dat is ook een vraag van Thomas Hoed. Aan welke eisen moet een route voldoen om een doorfietsroute te mogen heten? Nou, een snelfietsroute in Brabant. Misschien is dat een vraag meer voor Matthijs inderdaad. Welke eisen jullie daaraan stellen? Ik denk dat de provincie die eisen dan neerlegt en dat de gemeenten zich daar aan moeten houden. Ja, dankjewel. Heel veel en heel weinig tegelijk. Het allerleukste van fietsen is volgens mij dat het maatwerk is. Dat je met fietsen altijd maatwerkoplossingen kan realiseren die iets mogelijk maken wat eerder misschien toch niet mogelijk was. Als het niet moet, als het kan, dan doen we het toch. We hebben eigenlijk maar twee echte eisen de afgelopen jaren zoveel mogelijk geprobeerd in de lucht te houden. Voldoende breed en een comfortabele verharding. En vervolgens is het aan de gemeente, want als provincie gaan we natuurlijk, je kan wel allerlei dingen willen bepalen en dichttimmeren en vastleggen. Daarmee maak je een keurslijf waar niemand uiteindelijk gelukkig van wordt. Dus uiteindelijk is het aan de projectgroep van de gemeente en provincie samen om een goed verhaal voor de hele route te maken. Nou, dat. Dank, goede toevoeging voor kort. En een vrouw van een vraag van Paul Haarmakers, die zegt op welke doelgroepen richt de provincie zich dan bij deze snelfietsroutes? Is dat echt het utilitair of wordt daar ook wel naar recreatief gekeken? Snelfietsroutes zijn utilitair. Maar het is niet verboden om met je racefiets overheen te rijden in het weekend, hoor. Nee, nou, niet. Ik denk dat onze snelfietsroute meer gebruikt zal worden door recreatief verkeer in de toekomst dan door de forens. Omdat het gewoon een hele mooie omgeving is waardoor je heen rijdt. Ja, de Canadese erevelden liggen er ook nog langs in Bergpzoom. En dat is toch wel in de historie van het land ook een plek waar heel veel toeristen toch ook even willen stoppen om te kijken wat daar gebeurd is. Ja. Nou, dan kunnen die daar koninklijk naartoe fietsen. Heel goed. Ja. Tot slot inderdaad een vraag. Dennis van den Bos stelde deze vraag. Hoe zijn de kosten verdeeld? En hoe zijn jullie tot die afspraken gekomen van die kostenverdeling daarin? Is volgens mij kort aangestipt in het begin van de presentatie? Ja, kort antwoord. We maken ontwerpen met kostenramingen, meestal SSK. Vervolgens we maken een onderverdeling tussen gewone infra en kunstwerken. Voor gewone kunstwerken cofinanciert de provincie 50%, bij kunstwerken 80%. Daar hebben we een subsidieregeling voor. Gemeente vraagt subsidie aan, krijgen een beschikking en een voorschot en aan het eind rekenen we af. En we hebben ook rekening gehouden met een normbedrag van ongeveer een miljoen per kilometer. En daar lijken we wel aan te kunnen voldoen. Ja. Dus we gaan er niet fors overheen of iets dergelijks. Maar dat klinkt dan voor de gemeente als best wel grote bedragen nog, die jullie als gemeente bijdragen. Is dat een uitdaging geweest om dat geld op tafel te krijgen? Eigenlijk niet. In ieder geval niet voor het Roosendaals gedeelte. Omdat het
ja, eigenlijk zo'n no-brainer was. Het zijn relatief lage kosten voor infrastructurele werken. Ja, het dient een heleboel doelen. Gezondheid, sport, beweging, een alternatief voor de auto. Dat het bij ons eigenlijk geen echt punt van discussie was. En ook ter aanvulling is wel dat natuurlijk de provincie daar 50 tot 80%, hè, wat Matthijs net aangaf, voor betekent voor ons. En dat zijn ja, dat helpt enorm. Ja, waarbij deze route ook nog eens een keer vanuit de motie Hoogland wat aanvullende financiering al langer geleden heeft gekregen. Ja. Kijk, supergoed. Ja. Even zien, nu zie je onze tijd is helaas op. Hartelijk dank aan de sprekers vanuit Brabant, Groningen, inderdaad vanuit CROW, Mark, voor de bijdrage. Heel breed schala. Nou, langs gehad en af van wat je nou tegenkomt bij zo'n doorfietsroute. Ja, heel wat vragen gehad inderdaad over de ruimtelijke aspect, inderdaad de doorlooptijd, de financiële verdelingen, communicatie, campagnes. De doelgroepen, metingen, nou, er kwam van alles wat langs. Dus volgens mij vraagt dit smaakt naar meer om daar eens inderdaad wat meer over in beeld te brengen. Maar volgens mij twee hele inspirerende voorbeelden. Nou, die eigenlijk heel erg op zijn eigen staan, maar ook wel zeker wel overeenkomsten hebben. Dus dank voor jullie aanwezigheid. Dank voor de sprekers voor hun inzet en de mooie presentaties. Ja, zoals aangegeven in het begin, de sessie is opgenomen. Dus we delen... Nou, we delen de resultaten hiervan. Jullie krijgen een mailtje wanneer de terugblik online staat. Daar zitten ook de presentaties en de linkjes bij in. Dus hartelijk dank voor het bijwonen vanmiddag. En een hele fijne werkdag nog gewenst. Ja, dank voor de uitnodiging. Ja, echt super.